Ferdi Gadioglu verbleef tijdens de interlandperiode bij Oranje onder 19. Hij blonk uit en was onder andere belangrijk met twee treffers en een assist. Wij keken met Ferdi terug op de afgelopen periode. Ferdi Gadioglu, terug na een interlandperiode. Hoe heb je het ervaren? Heb je genoten? Ja, ik heb heel erg genoten. We hebben geplaatst voor het EK. Dat is ons doel en hebben bereikt. Was dat dan ook tevens het hoogtepunt of toch wellicht de goals die je hebt gemaakt? Ja, ik denk het belangrijkste is dat we naar het EK gaan. En daarnaast is het mooi dat ik goals heb kunnen maken. Ja. Voor degenen die het niet hebben gezien, wat voor goals waren het? Zou je kunnen omschrijven? Uh, als eerste, de eerste goal was een penalty. Die schoot ik rechtsbovenin. En de tweede goal was een prachtige actie van Justin Kluivert. Toen, uh, ja, ik, <laughs> ik kopte hem eigenlijk binnen met mijn neus. Dus uh, die was iets minder mooi. zag niemand? Nee, zag niemand. Gewoon <laughs> oh, juichen. Ja, zeker. Ja, dus in Nederland best wel veel onrust, hè? Voor het grote oranje. Maar wat voor lichting komt er nou aan? Ja, ik denk dat er een goede lichting aankomt. Ik denk dat we dat ook wel hebben laten zien. We zijn ja, redelijk makkelijk geplaatst voor het EK. Maar er zijn heel veel talentvolle spelers. Mijn team speelde dan veel jongens al in de Eredivisie. Dus ik denk dat er wel een aardige lichting aankomt. Concurrentie is dan ook tevens heel erg hoog? Ja, concurrentie is aardig hoog, ja. Ben je dan ook trots op jezelf dat jij wel speelde? Ja, natuurlijk ben ik trots op mezelf. Ik ben ook nog een jaar jonger dan de onder 19. Dan ben ik wel trots op dat ik dan daarbij mocht zijn. Wat hoor je dan in je omgeving? Wat gaat er dan om een spelen verder door je ook allemaal heen? Ja, iedereen is gewoon heel blij voor me dat ik uh, dit heb kunnen meemaken. Ja, wat ik gewoon niet allemaal ja, meemaak gaat allemaal heel snel. Maar ja, het is gewoon mooi.